Misschien een mooi moment om naar onze chef boeken te gaan. Want die zit hier elke week en dat is Michael Korneef. Michael, welkom. Je hebt wederom een boek uitgezocht bij de gast van vandaag en bij het gesprek waarvan jij denkt dat het zich een beetje zal ontwikkelen. Wat is het geworden? Ja, ik heb een boek meegenomen, boekje, het is niet zo dik, met de prachtige titel Hoe ik Scheherazade heb vermoord. En het is van een Libanese schrijfster, Youmana Haddad, heet zij. En Scheherazade, dat is de verhalenvertelster van de sprookjes van 1001 Nacht. Zij vertelt die verhalen tegen een sultan, want die sultan die is van mening dat hij iedere vrouw moet ombrengen waarmee hij heeft geslapen, opdat zij hem niet meer kan bedriegen. En Scheherazade vertelt hem iedere avond een prachtig verhaal zonder de ontknoping te vertellen. En hij is zo benieuwd daarnaar dat hij haar steeds laat leven. En dat gaat dan 1000 nachten, dagen door. En na die 1000 dagen trouwt hij met haar. In de Arabische wereld, moslimwereld, maar met name de Arabische wereld, is die Scheherazade onder vrouwen een... dat is nogal iemand die ze bewonderen. Want zij heeft het voor elkaar gekregen om die sultan te bewegen haar niet om te brengen. Zij heeft hem eigenlijk in zijn macht, zou je kunnen zeggen. Het is een vrouw die een man de baas is. Ja, maar deze schrijfster, Youmana Haddad, die zegt juist met dat boekje hoe ik Scheherazade heb vermoord. Dus zij wil haar ombrengen. Nou, wat zit daar nou achter? Zij zegt, Scheherazade, die paait eigenlijk alleen maar die sultan om zelf te blijven leven. Maar ze staat niet tegen hem op. Dus eigenlijk voegt zij zich, zij schikt zich naar de hiërarchiestructuur zoals die daar was. En daarom heb ik eigenlijk een hekel aan die Scheherazade. Zij moet dus, ik wil haar dus ombrengen. Nou, dat is de achterliggende gedachte van het boekje. En zij bekijkt de positie van de vrouw in het Midden-Oosten op verschillende manieren. Ze kijkt naar haar op het gebied van seks. Ze kijkt naar haar op het gebied van arbeid, op het gebied van onderwijs. En voortdurend merkt zij, zeker de laatste 10 jaar, een terugtrekkende beweging van vrouwen. Ze kruipen meer in hun schild. Dat is wat zij registreert. Terwijl zij zegt, ze moeten juist opstaan. Ze moeten opstaan tegen hun meerdere. Of zij moeten die regels die er zijn binnen deze cultuur helemaal niet erkennen. Want dat is wat ze doen. Ze schikken zich naar die cultuur. En dan kan je zeggen, cultuur dat is iets heiligs, dat is iets moois. En dat is het misschien ook wel. Maar cultuur is wel aan verandering onderhevig. En die verandering, die zul je zelf moeten brengen. Dus zij doet eigenlijk ook een appel op al die vrouwen daar om op te staan. Om zich niet te schikken in dat culturele raster dat er eigenlijk ligt. En het aardige is dat ze ieder hoofdstukje begint met een citaat. Een van die citaten die zal ik even voorlezen, omdat dat ook wel erg mooi is. Het komt uit 1932 van een Syrische academica, staat er keurig onder. En dat citaat is: veranderingen in de eeuwige machtshiërarchie en het gevecht tegen de demonisering van vrouwen en hun uitsluiting van het terrein van arbeid, onderwijs en strijd zijn alleen mogelijk als de vrouw zich actief op al die terreinen begeeft. Prachtig. Mag ik iets vertellen? Ja, natuurlijk. Ik heb 5 ooms gehad en 4 daarvan zijn overleden. De oudste, mijn lievelingsoom, noemde mij 1 keer Scheherazade. En ik werd heel boos op hem. Ik was, geloof ik, ik zal het nooit vergeten. Ik weet niet zeker, maar ik was geloof ik 9 of 10 jaar oud. En ik begon hem te slaan. Ik wil geen Scheherazade zijn, ik ga een professor worden. En waarom wilde je dat niet zijn? Dat is precies het beeld. Want maar het eerste beeld is dat Scheherazade een heldenrol vervult. Nou, die heldenrol doet zij vanuit een schikkingsrol. Ja, dat is wat Michael ook precies vertelt. Ik wilde niet in die schikkingsrol, ik wilde op mezelf staan. En ik wilde gewoon professor zijn. En Scheherazade wordt geen professor. En je had op de leeftijd van 9 à 10 jaar al door dat wat in eerste instantie genoemd wordt de heldenrol. Ja. Dat eigenlijk een onderschikking is. Ik wilde niet de poeslieve, schikkende Scheherazade zijn. Ja. Nou, dan is dit boek op uw lijf geschreven, denk ik. Ja, precies. het boek, laten we het erover hebben. Of, nee, nou ja, Michael die gaat het geven. Michael, even nog naam en... Youmana Haddad en hoe ik Scheherazade heb vermoord. En er staat er nog onder bekentenissen van een boze Arabische vrouw. Dus.